is Martijn Koning. Een hele goede middag, dames en heren, maar vooral de dames. Ik zeg één ding. Vallei-orgasme. Ja, dames, het vallei-orgasme. Door middel van ademhalingstechnieken en bekkenbodemoefeningen sturen vrouwen seksuele energie langs de ruggenwervel omhoog, door het hoofd naar beneden, waar die uiteindelijk in de buik wordt gebundeld en opgeslagen en jullie urenlang in hoge orgastische sferen kan doen verkeren. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word hier alleen al geil van de uitleg. Het vallei-orgasme. De dames kunnen nu het ultieme seksuele genot ervaren en wij mannen hebben er naast de G-spot en de aan- en uitknop nu nog een plek in vrouwen bij die we never nooit niet zullen vinden. Maar er was meer goed nieuws op seksueel gebied. De Wingman-condoom. Een condoom die je door middel van een handig lipje met één hand om kan doen. Handig. Als ik maar met één hand een condoom om mijn penis kan doen, heb ik de andere hand vrij om op haar mond te drukken, zodat ik haar niet meer hoor lachen. Het lipje trek je er heel makkelijk vanaf. Let wel goed op dat je het juiste lipje eraf trekt. Anders gaat het nog heel lang duren voordat je in haar vallei-orgasme mag komen kamperen. En spoel je volle condoom niet door het toilet, maar knoop hem dicht, stop hem in de envelop en stuur het dan op naar België. Daar hebben ze namelijk een groot spermatekort. Maar liefst 3 Belgische spermabanken hebben aan de noodklok getrokken vanwege het tekort aan sperma, of zoals de Belgen het noemen, ejacunaise. Het is slecht. Het is slecht. Het is slecht. Ja. Het is slecht met de economie gesteld in je land als zelfs de spermabanken omvallen. Misschien kan de Rabobank gaan handelen in sperma en hoeven ze niet zoveel medewerkers te ontslaan. Waarom ook niet, ze beginnen toch steeds meer op een zaadbank te lijken. Nederlandse jongeren zouden het spermatekort in België ook kunnen oplossen. Elk weekend rijden er tientallen zuidbussen vol minderjarigen naar België, omdat ze daar wel in uitgaansgelegenheden alcohol mogen drinken. Als de Belgen nou voor gratis bussen zorgen en al die hitsige pubers worden dronken, en dan ga je met je puisjes en je overhemd uit je broek al helemaal niet neuken, en dan voordat ze de bus weer in mogen, even met een foto van Goede Liekens achter een gordijntje even in een potje laten pletsen en voilà, probleem opgelost. Nederlandse jongeren blij dat ze daar wel lekker kunnen zuipen, en de Belgen blij dat er weer genoeg sperma is en dat ze op den duur slimmere kinderen krijgen. Dat zijn 2 vliegen in 1 klap. Of zoals ze in België zeggen, vlekken op uw behang. Ik vraag me af of de Belgen ook een ander woord hebben voor een vallei-orgasme. Ik denk dat zij er ook nog nooit eerder van hadden gehoord. Ik weet wel zeker dat Mark Rutte nog nooit eerder gehoord heeft van een vallei-orgasme. Ook daar zou hij waarschijnlijk liever een snelweg doorheen zien gaan. Het is zelfs nog maar de vraag of hij überhaupt ooit een orgasme heeft gehoord. Daarom kwam de president Frans Hollande maandag ook maar eventjes bij hem op bezoek. Het was toch al de meest depressieve dag van het jaar. Hollande vroeg op een gegeven moment, excusez-moi, où sont les filles? Waarop Mark antwoordde, le files zijn hier très long en terrible. Die dag na 10 uurtjes rondhangen met Mark in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Weet je wat, ik wip nog even langs de wallen om een Eiffeltorentje te laten oppoetsen. En dan allez, au revoir Hollande. Die kerel lust er wel pap van. Reken maar dat overal ter wereld hele vallei-orgasmes vol kruimels liggen waarvan Françoise ietsjes krokant geworden baguette. Arme Mark Rutte. Hij heeft er ook geen behoefte aan dat Arthur Chapin straks in Sochi heel graag zijn handje vast wil houden om een statement te durven maken tegen het Russische anti-homo-beleid. Wel heeft hij beloofd dat er een stevig gesprek komt over de mensenrechten. In Rusland zijn ze blij dat het gesprek alleen over de mensenrechten gaat, want dan hoeven ze het gelukkig niet over homo's te hebben. Wat leven wij toch in een fijn land. Er was gisteren een homohuwelijk in goede tijden, slechte tijden. En dat kan hier gewoon. Het wordt niet meteen verboden of flauwe woordgrappen over worden gemaakt. Het maakt de kijkers ook niet uit dat de mannenliefde in een favoriete tv-programma zit. Dan laten ze echt niet allemaal meteen een soap vallen. Oké. Rusland is zo homofoob als het maar kan. Grote kans dat ze straks goud winnen op de 10 kilometer homohaat. Al moeten Nigeria en Kroatië ook niet onderschat worden. Maar ik zet mijn geld op Rusland. Het land waar je ongestraft homo's in elkaar kan slaan en waar ouders hun kinderen vanaf nu allemaal Zladinecht noemen. Maar we willen zo graag naar Sochi. En we willen zo graag winnen en hossen in het Heinekenhuis in 1 grote vallei orgastische oranje overwinningsroes. En bij de huldiging van sporters in het Heinekenhuis klinkt trouwens een nummer van de band Kane. En ik moet zeggen dat ik het best wel een statement is om straks in Rusland bij elke medaille die we winnen muziek te laten horen van Nederlands meest gaye kutband die er ooit heeft bestaan. En dan zeggen mensen, maar de 3J's dan? Ja, die zijn ook gay, maar als je als rockband gay bent, dan is dat extra gay. Ik haat Kane, ik kan er niks aan doen. Dat is het ding met Kane, of je haat het heel erg. Als je als topsporter weet dat je gehuldigd wordt op muziek van Kane, dan word je diep van binnen toch liever vierde. Ik hou niet van Kane. Ik heb er geen behoefte aan. Bij Kane denk ik vooral aan boeien. Het is de enige muziek waarvan ik spontaan een Tia krijg. Sorry mensen, ja.
Ik moest deze laatste grap maken, want precies die reactie, dat onbegrip, die teleurstelling op de gehoopte fantastische climax van mij, waarom nou, had ik nodig om jullie te kunnen laten horen hoe een orgasme over het algemeen bij mijn vriendinnetjes klinkt. Dankjewel.